We gaan. Bewegen we? Nee, we bewegen niet. Wacht even hoor. Bewegen we? Ja, we bewegen. Was even paniek. Of niet? Het is maar goed dat er nog niemand kijkt, Jan. Helemaal niemand. Anders staan we hier voor helemaal voor niks. Ah, Alexander Scherder zegt, houden we hem bedankt. Die zal wel een broodje meegenomen houden hebben. Houden we hem bedankt. Nou ja. Let ik een beetje op jouw microfoon. Ja, die staat er goed, of niet? Oh, vind ik wel. Oh, maar, Paula zit al klaar. Hey Paula. Hey. Ja. Maar ja, ik riep, houden we hem bedankt. Maar ik wil toch wel iedereen die wel eerst weer welkom heten. Ja, dat is waar. Moet ik wel welkom heten. Ja. En ook de mensen die... Ja. Er zijn er al mensen geweest voor een eiken buiten. Ja. Die marcheerden voorbij en... De politie kwam ook gelijk voorbij. De politie zwaaide ook netjes. Hey. Maar dat was allemaal in orde. Hey, jongens, hey, alles goed? Ja. En we hebben de prins ook weer uitgenodigd om ons even... Hey Marianne, of Jan, dat weet ik niet. Steenhoven, ja, leuk. Maar oké. Oké. Smul naar ergens! Snot naar ergens! Hatsiki! Veel plezier. Ja, dankjewel. Het is dan wel 23:30, maar ik stik van een dorst. Ik heb wel dorst, maar ik hoef geen... Nee? Jij geen biertje, Jan? Ik dacht bij mezelf, dat klinkt misschien wel gek. We hebben natuurlijk gebakken eieren met spek buiten. Ja? En we hebben eigenlijk normaal carnavalsmaandag. Ja. Dat is gewoon een beetje ouwehoeren en een beetje bijkomen. Koffie drinken. Bijkomen? Ja, bijkomen. Gas erop en gaan, hè? Nee, ja, gij. Maar jij bent al lang bezig. Maar in ieder geval, ik dacht bij mezelf van, misschien, heel misschien, ga ik vanmiddag nog wel een beetje hardlopen. Ja, ik ook. En dan vallen jullie stil, hè? Hey, wacht even. We hebben voor het geval dat ze het niet weten, maar Nout is er ook. En Nout die heeft een... Oh ja, Nout. Nout heeft een mooie truc. Want Nout die staat natuurlijk vol in de schijnwerpers, ja. Maar die kan ook naar buiten kijken. Ik kan ook naar buiten kijken. Nout, laat eens kijken hoe het buiten is. Hier gebeuren dingen die het daglicht wel verdragen kunnen, namelijk. Ja. Draai ze even. Hij zegt, de techniek staat voor niks. Kijk, en daar gaan we. Daar hebben we nul. Geloof ik. Die krijgt ook zijn eiken. Ja, en er staat nog iemand van de Simplefoon. Dat zal Ina wel zijn. Die staat er moeilijk te kijken. Ja, we hebben genoeg buiten gekeken. Nou, doe maar weer. Er zijn twee mensen buiten, dus we zitten vol buiten. Kijk, dan zien jullie zien nou de achterkant van ons gelijk. Maar ik krijg een beetje een droge mond. Ik ook, Jan. Trouwens. Ja. Doe mij maar een biertje, Nout. En al. En een bakje koffie, denk ik. En een bakje, Jan, een bakje koffie? Ja, een bakje koffie, ja. Ja, we moeten even. Hey, maar terwijl wij koffie en. Wij wachten gewoon op bier en koffie. Oh, ja. Verrek, krijg ik koffie? Jij krijgt er koffie. Hij heeft suiker en een dingetje erbij. En jij hebt bier voor mij, Nout? Ja, hij komt eraan. Het is echt maandagmorgen. Iedere dag, hè? Dan moet ik een half uur roepen. Ja. Een beetje geduld, hè, zult kop. Oh, sorry. Het is weer ernstig vandaag. Want ik moet eerlijk zijn, Jan. Als ik mijn eerste pilsje niet heb gehad, dan kom ik niet op gang met carnaval. Nee? Nee. Dus jij moet elke dag beginnen met bier? Bierke. Bierke. Ja. En dan roept hij tegen Elske. Hé, hey, majesteit. Nou ja, als het normaal op maal is. Hé, hey, majesteit. Heb je een pilske? Maar nou gaat dat best goed. Maar ik zit nog wel te wachten op een broodje ei. Ja, dat doen we dan. Nou, het eerste nummer bestel eerst even een broodje ei. Eerst en dan koffie en ei. En, voor degenen die zitten te luisteren thuis of zitten te kijken, kunt een broodje ei komen halen natuurlijk. Hè? Een broodje. Maar, Heb ik ook bier? Hey, ja, het zit in een beker. Het is weer in een beker, hè? Dat is onvoorstelbaar. Niet normaal. Dat is erg goed. Ik had gisteren al gewaarschuwd tegen jullie. Ik doe een Adrie van Goltje. Oh ja. En je hebt een eigen glasje mee. Oranjeboom. Nee, joh. En Salerno glasje. Salerno glas. Ja, maar dat moeten we laten zien. Dat kunnen ze zo niet... Wacht even, hoor. Ja, wel toch? Nee, maar nee, dat kunnen... Ja, geen glas, hè? Achtergrond fout. Kijk, je moet even... Oh. Zo kunnen mensen dat zien. Oh ja. Zie je? Oh ja. Nou, dat verzinnen wij toch ter plekke, hè? Dan moet er geen bier in gooien, hè? Ja, maar net zeggen, nou zit ik aan mijn bier te vervullen. Nee, maar ik wou laten zien dat het van de Salerno is. Hè? Oh. Ik wil niet veel zeggen, maar dat wist ik eigenlijk niet. Maar waar heb ik eigenlijk verkeer in gekregen? Ja, waar? Wat denk jij? In de Salerno. Ja. Ja, ik ook. Oh. Maar veel langer geleden dan jij. En ik ook. En hij ook. Dat vind ik niet gek. Wacht even, dan nog langer geleden. Wanneer ga je, Nout? Ik ook. Ik,
Ja, dat zal wel 273 zijn geweest. Ah, je kunt toch wel een beetje beter. Dat kunnen toch niet zeggen tegen Yvonne. Het zal 273 geweest zijn. Ze luistert niet. Gisteren was het Valentijnsdag. Het is nou gewoon klaar. Niks romantisch meer. Wij sinds augustus 1978. Kijk. Hey, dat weet ik nog wel. En ik in 2012. 2012, kunnen nagaan. Nou, dat is allemaal niks. Ik was er wel. Maar. We hebben ook 2000, oh ja. Zou we maar gewoon maar muziek doen? Ja. Want we hebben dit, maar we hebben vandaag gaan we kroegentocht doen. Ja. Dus we nemen allemaal nummers van plaatjes, maar we hebben allemaal plaatjes van kroegen ook die gesloten zijn. Ja, dat klopt. Er zijn heel veel kroegen gesloten natuurlijk. En we beginnen dichtbij. Oh. We beginnen aan de overkant. Ja. Ik ga het kloeklied instarten. Ja, maar wacht even. Dan kan nou het bewijs spreken de camera op de kloek zetten. Kan jij in de keuken komen? Nee, zo werkt het. Maar ik moet er beelden bij doen, hè? Ja. Beelden erbij. Beelden bij. Ik doe er beelden bij. En jij draait een platje. Ja, zet die beelden maar aan. Even wachten, ga ik eens even beelden. Kijken of beelden het doen. Ja? Oh ja, tuurlijk. Ja, die doen het wel. Maar die moet even wachten, want het is maandagmorgen, hè? Herhalen is goed. Ja, herhalen is goed. En dan gaan wij. Doet je het nou niet? Ja, kijk maar. Dat is een kwestie van naar boven trekken. Hup. En dan. En dan wij weg. Hey! Ja, en dan ga ik nou kloeklied. Oké. Okay. Komt ie aan. Als het goed is. Ja. Mirakel, mirakel, wat een gekakel. Waar is het hier leuk en druk? Een biertje, een wijntje en hier nog een kleintje. Wie lachte dan nou, ja? Ik denk René. Denk dat René? Ik denk dat René was. Die wou net... Maar die wou dat opzetten. Maar die kon even de knop... Oh. Kijk. Eet smakelijk nou. Smakelijk nou. Dan pak ik er ook even in. Ja, lekker wat.
En dan, maar ja, de kloek, ik pot, moet ik even, ik heb er een kwast bij gehaald. Die gaan we even de boel afstoffen, want bij de kloek is het een beetje stoffig. Dus dat de tap even schoon is. Even gewoon normaal kunnen zitten. Ja, en luisteraars? Ja. We hadden heel veel dingen voorbereid, maar die zijn allemaal fout gelopen. Hoe dat zo? Ja, omdat wij dachten, onze data liggen allemaal door elkaar. Ik had filmpjes van het Rutse Bos, maar dat is voor morgen. Dus morgen wordt druk. En wat had nou dat toch? Wat had jij nou? Ja, ook het Rutse Bos. Ook het Rutse Bos. En die had gisteren had die van de boerenbruiloft gedaan. Maar nou het wel een andere mededeling. Oh, wacht even. We moeten even... Nou, wacht even. Wacht. Wacht. Ik had het Rutse Bos live vandaag, maar dat kan daar helemaal toch niet? Nee. Wat zei jij nou? Dat kan ik niet goed verstaan. Ja. Ik hoor lekker een ai-ai. Nou, dat is wel een lang ai. Wat zeg je? Dat is een heel lang ai. Ja, dat was een grote nog. Mensen, de uitzending loopt. De uitzending gaat uitlopen. En Nout is nog een broodje aan het eten. Dus dat nieuws kan even duren. Ik sta al veel meer onzin als kist. Ja, ben je nou klaar of niet? Wat wou je zeggen? Ja. Niet? Ja, hij is weg. Ja? Hij is weg. Ja, dan moet ik eerst mijn spannend... Oh ja, wacht even. Ja, tuut. Ja. Wacht maar. Ja, komt aan. Hè. Ja, we hebben iets voor de nieuwsflits, dames en heren. Ik wil toch nog even terugkomen op de optocht van gisteren. Gisteren stond het teken van de optocht. En wij moeten een groot compliment geven aan de mensen. Want het gaat allemaal verkeerd met 1,5 meter en noem het maar op. Nou, ik kan u wel vertellen. Wat schaats, hè? Wij hebben dit bord buiten gehangen gisteren. En er was geen mens te zien. Dus groot compliment aan de mensen. Ze hebben er eigenlijk strikt aan de regels gehouden. Dit was Nieuwsblitz. Over naar Rob en Jan. Ja, mooi. Goed dan. Zo, ik leg even mijn broekje weg. Want ja, want het is wel een broekje, ja. Wat doen we dan? Zullen we een muziekje knop zetten? We zullen een muziekje doen, ja. Ik ga eens even kijken wat we aan hebben. Ja. We hebben namelijk Oostenrijkse muziek, hè, toch wel, hè, voor een groot gedeelte. Maar we pakken eerst gewoon een lekker bandje. We pakken namelijk, we beginnen... Gewoon een beetje vlot mee een nummer waar we, denk ik, met de Dweldag gedraaid hebben. Maar dat maakt nou niet zoveel uit. Die bandjes hebben we. We hebben een opname van 2015 van Plakband destijds gedaan. En volgens mij was het met die Dweldag was het nog niet zo druk op onze site. Oh, Rob, momentje. Waar hebben we? Ja. Oh. Plakband, Plakband heeft jaren. Hey, dat komt goed uit met het vorige nummer. Hè. Jaren nou, in de kloek. Oh, wacht even, waar is hij nou? Nou, toch is hij? Hup. Ja, hij heeft hem gevangen. En jullie vroegen op Plakband. Ja, dat hebben we ook gekregen. We gaan in ieder geval kijken naar een clip van Plakband, foto's van Plakband. Plakband heeft jaren bij de kloek gerepeteerd. En de meeste mensen zijn in andere bands gaan spelen. In de hoofdkapel. Droog brood, hoor, Jan. Een beetje droog brood. Ja, dat klopt, ja. Normaal gesproken pakken wij dat tegelijk in. Maar ja. Even moet... drinken. Ja, oh, zo. Nou, ga je geen excuses nodig om te drinken. Nee. Huppakee, daar gaan we.
Ja, volgens mij doe je het nou gewoon, hoor. Ja, daar kunnen we gewoon in flansen. We hebben per ongeluk een akkefietje aan de voordeur. Wel te druk natuurlijk. Even kijken wat je nou... Ja, kijken wat je doet. Als je doet, doet hij het, hè? Dus als ik nou praat, dan moet ik binnen te horen zijn, zeker? Ja, maar je mag wel een beetje dichter in de microfoon praten. Oh, dat lukt niet. Hé, mannen. Zijn jullie er klaar voor of niet? Ja, zeker. Wordt de camera eens, hè? Oh, dit ga ik eruit. Niks even wachten, we zijn live, hè? We zijn live. Dan moet ik hier 5 minuten staan aan hoeren over een gouden ding. Jan, ze staan buiten pizza uit te delen bij voorbijpasserende auto's. Ha. Dan draai ik wel een platje. Maar even kijken. Waar gaan we? Ja, doen? Ze zijn het echt, hè? Oh. Ja, hey, zijn we er klaar voor, jongens? Oké. Wel voorzichtig. Ho. Gooi je mijn vuile zakken. Maar het is maandag. En maandag is dus dweilen door alle kroegen wat we normaal doen in ons pakje. Schijn nou er toch eens uit, smits. Gaat hij weer drank uitstandelen. Ik zei, ik moet hier gewoon blijven. Jan, hebben we toch beeld en geluid binnen of niet? Oh, dus ik sta niet voor de katse viool te houden. Wat is dit nou toch? 11:45 hadden we afgesproken. Lekker, hè? Heb je voor mij ook in de smits, of niet? Ja, ja. Een ander bekertje dan. Ander bekertje, ja. Nee, want anders krijg ik daar virus. Even mededeling voor de mensen binnen. Ons schema, onze agenda loopt helemaal in de war. We lopen 10 minuten. Ja, ja. Maar zijn we er klaar voor? Ja, maar het is maandag, hè, jongens. Wie is er niet? Ja, maar... Daar zet ik even tussendoor. Is dat zo? Ja, ik zeg, we doen even wat. Jongens, adoe. Dit gaat veel te lang duren zo. We gaan naar even tussendoor de intermezzo. En dat doen we gewoon met Fiesta Cerveza, denk ik. Het kinderenkwartje. Gewoon een filmpje draaien, joh, maak het ons uit. Huppakee. Even kijken, hoor. Deze mag weg. Deze. Kom een beetje in beeld staan, hier zo. Nee, we wachten niet. Kom op, ja, dus, sorry. Wat is het nou? Dat doen we dat direct nog een keer. Wat is het nou, Doc? Ja, precies. Aanstaan, hè. En we hebben, zoals iedere maandag, hebben we altijd iets speciaals bij. Zou je in beeld? Ja, daar. Oh. We konden zwaaien, ja. Maar wel afstand houden! Oh, sorry. Sorry. Het is ongeveer 1,5 meter. Zo. Ja, oké. Okay. 1,5 meter, ja. En wat doen we met deze 1,5 meter normaal? Dan gaan wij een rondje draaien en dan met zo'n gouden pik in onze hand eigenlijk heel niet. En die gouden pik die staat voor? Voor een grote verdienste met carnaval. Alleen met carnaval? Alleen met carnaval, maar dan maak ik hem ook het hele jaar tonen aan iedereen. Maar hij is wel altijd erg geliefd. Dat wordt omgevochten. Hij is gejat, en er is mee weggelopen, er is alles gedaan. Ja, en volgens mij Jan en Dian, die kennen die vrouwen ook wel. De wilde vrouwen of de geile vrouwen, in ieder geval het zijn allemaal vrouwen. En die hebben hem een keer meegenomen. En ja, daar heeft ze jaren van moeten boeten. Een beetje draaien, die doet te veel. Ja, Jan, heb ik even tijd om hem op te komen halen? Dan hebben we, wij hebben dus ieder jaar, dat kun je hier zien. Ik kan het volgen. Dus ja, eigenlijk, want ja, de horeca is natuurlijk ook best wel lastig. En normaal hebben we daar één persoon die dan de dingen mag dragen. En die vrouwen en wij hebben hem 2 jaar geleden gehad. Maar ja, de horeca is het moeilijk. Dus laat dit rondgaan in de horeca. In de horeca. Maak er een mooie fotoreportage. Ja, een estafette.
En dan willen wij eigenlijk daar een mooie fotoreportage van maken op het eind van de rit. Heel goed. Dus, heel goed. Ik zal zorgen dat hij bij de volgende terechtkomt met de boodschap deurgeven. Heel graag. En dit is voor iedereen in de horeca, hart onder de riem. Het is echt een collectors item en we willen hem echt terug. Dus ja, degene die hem houdt, die heeft een groot probleem. Ja, moet tekenen op ontvangst staan. Ja, absoluut. Ja. Ik neem hem graag in ontvangst en ik zorg dat hij langs de rol staat. Ja, heel goed. Alsjeblieft. Jan, degene die het hem houdt, die ziet hem nooit meer terug, zou ik maar zeggen. Als je hem houdt, dan zien ze hem nooit meer terug. Nee, dan krijgt hij een heel andere kleur ineens. Ah, godverdamme. Had jij een borreltje? Ik had graag, want je krijgt hier een droge blik van. Rob, nou begin ik pas te begrijpen waarom dat jij zoveel drinkt voor de tv. Ik zou jullie verklappen, we mogen buiten eigenlijk niet drinken. Oh. Ja, maar dat is warme schrobbelair. Dat is goed voor de keel. Behalve de thee. Maar, Peter komt er al aan. Ik zet even die camera ja, even draaien, Wout. Ja? En, ja, en dan hebben we de microfoon. Zet maar. Yes, vet. Goed bedankt, jongens. Wat een bende, ja. Zo, hè? Godsamme zeg, wat een kinderen een kwartje, die zullen we toch nog maar eventjes een beetje doen, want wij zitten hier, zijn even van slag geraakt. Ja, wij, ik en dan toch wel even. Want we hebben een prachtig beeld gekregen wat we rond zullen laten gaan. Ja, dat klopt. Daar zullen we eens even iets mee... Gelukkig, tegen de tijd dat we open gaan, is hier weg. Ja. Hè? Maar dan ga ik ondertussen iets over geschiedenis vertellen. Oh, wacht even. We moeten even... Och man, ik moet al mijn administratie nog bijwerken. Ja. Even kijken hoor. Kees... Ik hoop dat de mensen buiten een beetje konden volgen. Nou. Ik snapte het in ieder geval niet meer. Maar dat is ook weer carnaval, hè. Dan mag je dat niet meer snappen. Oh, wacht even. Deze mag weg. Dat was kinderen een kwart. Die gaat er nou uit. Zo. Yes. En nou moeten we de front hebben. Wacht even hoor. Ja, daar staan we al. Ik moet... Ja, dat snap ik wel. Maar ik moet toch, jou... Ga zo geschiedenis gaan doen? Ja, waar redden die? Ja. Is dat hem. Maar zet hem even ver. Even wachten hoor. Ja, wacht. Zo. Het is even... Ja, het is... Ik ga van Bram je neven wel boeren, moet ik zeggen. Het is normaal. Ga je toch geen Bram... Ja. Deze? Ja. Hey. Kijk. Vandaag gaat de geschiedeniscarnaval gaat over verschillende wetenswaardigheden. En we komen uiteindelijk bij Jägermeister uit. Oh. Ja. Oh. Ja. Maar we beginnen bij de datum van Vastenavond. De echte Vastenavond, dat is dus dinsdag, vindt op zijn vroegst plaats op 3 februari. Vroeger kan niet, dat mag niet. Dat is verboden met christendom. En dat was het laatst in 1818. En de eerstvolgende keer pas in 2285. Op 3 februari? Ja. Komt er zo bij. Op zijn vroegst, hè? Ja. Dus dat dingen. En de laatst mogelijke vette dinsdag, dus vastenavond, die valt op 9 maart. Dus later als 9 maart is het ook niet... Dit was in 1943. Dat is grappig. 1943? Nee, maar ik bedoel, dat laatst, joh. Nou erop jaren. Dan heb ik de 60 jaar. Ja, en want het begint pas weer... Het gebeurt pas weer in 2038. Maar goed.
waarom carnaval en vastenavond? Dat is dus wel een christelijk iets wat erin verweven is. In 1091 werd bij de synode van Benevento en het begin van de vaste vastgesteld. Dus dan werd het christelijk. Dus als woensdag, dus de avond ervoor is dus vastenavond. En dan carnavare was oorspronkelijk dus ook naast kerstmis en Pasen een christelijke vorm van een geleide tijdsaanduiding dat eigenlijk vlees wegnemen betekent. En 1094 is er al sprake van een carnaval in Venetië. En kunnen we dus zien, carnaval die Venetië waren ze al vroeg bij, met de christelijke. Oh, ja, dat is door de dogen ingevoerd. De dogen? De dogen, ja, van Venetië. En komen daar de dogen vandaan? Het kan zijn dat die twee van gisteren, dat die uit Venetië komen. Schotsamme. Dus ga je wel zeggen, een dokus is eigenlijk gewoon de doge van Venetië. Van Venetië, ja. Later in Rome noemden ze het Ludus Carnavalari. Ja. En ook weer later in Frankrijk Carne Levanum, wat dus eigenlijk allemaal vlees opheffen betekent. Vlees opheffen? Vlees opheffen, ja. Dus is iets anders dan wat gisteren over de Ark van Noah zei. Dit is vlees opheffen. Opheffen. En rond 1300 ja. Heette het weer Carnis Privium Vetus en Novum. En daarna Carnis Pulis, oftewel vastenavondhoenders. Ja. En dan ga je maar door in Luik. Werd er ook carnaval in gezet. Dus eigenlijk is vlees voor... Dus zeg je het goed beschouwd, Jan. Ja. Carnaval is een feest voor vegetariërs. Voor vegetariërs? Ja. Vegetariërs. Maar wat doet dat ding dan hier? Dat vind ik eigenlijk wel heel scherp voor jou. Want carnaval is dus vlees vaarwel. Dus die moeten we even weg. Ja, even weg. In Frankrijk gingen ze dat anders doen. In Frankrijk, niet in het jaar, ze zei het ene aan die Lombard Jourdain, die zei, dat heet eigenlijk cornovale. Oftewel, corno is gewei. Op zijn Frans is gewei. En aan het begin van de lente is de kop van het hert, was het symbooldier van de Franse koningen, de valen. Dus corno, valen. Hecht. Maar ga je nou even serieus, hè? Want nou ga je pakt heel die geschiedenis die helemaal eromheen gaat. Maar waar komt het nou vandaan dan? Ja, ik probeer nou net in die dagen uit te leggen. Ik dacht, ga je dat wel zo weten. Ik probeer je uit te leggen wat de meerdere betekenissen zijn. En nou kom ik bij dat hecht uit. Oké. Dus, het hecht is het laatste. Symbool hier van de Franse koning, corno, valen. En dan kom ik bij de jegermeester uit. Want de jegermeester, daar komt dat symbool... Van de hert. Van dat hert. Dat komt van de heilige Hubertus. Staat er geen jegermeester meer in de koning? Hubertus hert. Het verhaal van Hubertus, die rond 1657 in Toulouse werd geboren. Leefde in Frankrijk. En die jaagde erop los, jongen. Maar ja, geen verantwoordelijkheidsgevoel toen. Dus die jaagde ook op momenten dat hij niet mocht. En dan ging hij op hertenjacht. En op een gegeven moment was het zo erg. Op een dag was de verrassing geweldig groot... En dus kwam er een groot wit hert uit het kreupelhout in het bos. Hier op hem af. Het hert had tussen zijn gewei. Jan, ja? Zet nou dat gewei ver, dan lul ik over dat gewei. Ja. Ja, maar wij waren eigenlijk, kijk, wat wij ondertussen gedaan hebben, terwijl jij allemaal zit te mouwen. Ja. Waar is Nout? Nout is hier. Yep, Nout. We hebben voor jou... Laat me zien. Nee, je bent er niet klaar met mijn vrouw. Oh. Ja, wacht, maar wij hebben voor jouw ondersteuning met beelden. Oh. Ja. Hecht. Hecht. Ja, ja. Die. Ja. Ja, die zocht ik. Nou, dat is toch een goeie. Verdomme, jullie zijn eigenlijk goed bezig zonder dat ik het in de gaten heb. Ja, jij geeft een hint en wij maken dat... Tommy Cooper, grote truc. Hecht weg. Maar de grote hert met dat gloeiende kruis tussen zijn oren. Ja. Hij kwam, en dan zag hij die verschijning van de heilige Hubertus. En hij beloofde altijd een beter mens te worden. Dus eigenlijk nam hij afscheid van zijn zonde. Zoals we eigenlijk met vastenavond ook doen. Ja. En vanaf dat moment stopte hij met jagen. Ging hij in Tongeren wonen. Buigsluik, daar werd hij bischop. Dus en eigenlijk... En de rest is geschiedenis. Eigenlijk... Afscheid nemen van vlees. Ja. Okay. Dat deed een heilige Hubertus ook. En vervolgens. Dus maar het verband met schrobbelen heb ik nog niet kunnen vinden. Nee, maar wel met jegermeister. Maar wel met jegermeister. Ja, ja, ja. En schrobbelen is toch een beetje afgekeken van jegermeister. Dat ook weer wel, ja. Ja. Dat ik kreeg een vraag van John de Vries. Wat staat er op de Gouden Pik? En John zegt trouwens dat het een goede verhaal is. Hier, de Gouden Pik is uitgereikt in. Even wachten. 2012. Aan Peter van Eyck. In 2013 aan Dirk-Jan Poorter. In 2014 aan Ed Kriek. In 2015 aan Ruud Bloemzaad, denk ik.
In 2016 aan Maaike Schouten. In 2017 aan Erik Krijnen. In 2018 aan Kees en Betje Cornelissen. En in 2019 aan het lijnbeentje. Ja, en in 2020 zou hij naar de burgemeester gaan. Maar ja, dat ging toen allemaal mis. Oh ja. Vanwege de coronatoestanden. Nee, dus ja, 2020 was nog geen corona, toch? Ja, nou, op die maandag niet. Nee. Maar de burgemeester liep toen zo in de wild dat wij met Casper even de verkeerde tijd hadden afgesproken. Oh, dus ja, wij zouden dat 2 weken later doen. Ja. Op de 15e met ja, een optocht. Oh, dat ging niet door. En die optocht ging niet door. Nee. Dus Mark Buijs moet er ook op staan. Oké. Okay. Alleen dat platje, we hebben hem nog niet kunnen geven, dus dat platje zit er nog niet op. Oké. Okay. Nou, en dit jaar is hij dus voor de Oosterhoutse kroegen. Kroegen. Gaat dus in, zijn het, mag ik even voor de zekerheid, zijn het de kroegen die nog bestaan? Of ook de kroegen die net gestopt zijn? Nou, zoals Marcel het ook definieerde, hij moet wel binnen kunnen. Oké. Okay. Ze moeten hem binnen kunnen zetten. Oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we dus nou ter ondersteuning van de nog openzijnde kroegen. Ja. En ja. Laat ik het dan zo stellen, ook de kroegen die net open zijn. Oké. Okay. Als we maar een ontvangstbevestiging hebben. Ja. Okay. Ze mogen hem allemaal hebben. Het is ter ondersteuning van alle Oosterhoutse kroegen. We hebben wel een hele hoop gemaakt. Nou, heb ik nog nieuws? Ja, ik heb ook wel nieuws. Zal ik een liedje... het nieuws. Ja, eerst nieuws. Ik heb wel nieuws. Het is eigenlijk de nieuwsflits van gisteren die ik nog een keer duidelijk wil maken. De boerenbruiloft van vandaag kan helaas niet doorgaan. Nu het programma Boer zoekt vrouw door corona voor onbepaalde tijd is komen te vervallen, komen ze iemand tekort. Want de boer is nog steeds op zoek naar vrouw. Nou heb ik vanmorgen gehoord dat inmiddels een mevrouw zich aangemeld heeft. Dat is mevrouw Haller. Maar die mag dit jaar nog niet meedoen. Dat wordt volgend jaar, want die was niet aangevinkt. Kijk, dat bedoel ik. Dit dat was Nieuwsflits terug naar Jan en Rob. Yo. Hey, we gaan verder dwalen. We gaan gewoon muziek doen, want we hebben nou... We hebben nou te veel sketches gehad intussen. Ja. We gaan naar de volgende kroeg die er niet meer is. Oh ja, jij gaat het platje draaien. Ik ga het Ponderosa-lied draaien. Ponderosa-lied. Dus dan ga je foto's erin zetten. Foto's doe jij dat of doe ik dat? Nee, dat doe ik. Oh. Ja, we hebben een Ponderosa-lied. Ja. Nou, dan gaan we, wij gaan gewoon foto's uit de jaren 90 draaien vanuit uit Brabant. Dat doen we zo op deze manier. Yo. Komt-ie aan. Hey. Oh, daar. In de Rilstraat moet je zijn voor de leut en voor de gein. Kom ook eens binnenlopen, de Ponderosa is de top. We zijn nog heel laat open, niemand kent hier aan de stand met de pilsje in je hand. Vind ik het hier heel fijn, wat we zingen dat is waar. Vraag het aan de klanten daar, want in Oosterhout, daar moet je zijn. Ons cafeetje Ponderosa, dat staat bovenaan. Oosterhout zou zonder ons niet eens kunnen bestaan. Onze ober in het café neemt de bestelling op. En volgens onze klanten zijn wij gewoon de top. De kastelein die is oké. Heilig Polonaise mee. In de Rilstraat moet je zijn voor de leut en voor de gein. Kom ook eens binnenlopen. De Ponderosa is de top. Heel de boel staat op zijn kop. We zijn nog heel laat open. Niemand kent hier aan ons stand met een pilsje in je hand. Vind ik het hier heel fijn. Wat we zingen, dat is maar. Vraag het aan de klanten daar, want in Oosterhout, daar moet je zijn. Ieder feestje dat wordt hier echt heel goed gevierd. Ons cafeetje in de straat, dat is mooi versierd. We lopen Polonaise, feestmuziek klinkt overal. We hebben heel veel lol, want het is weer bal. Iedereen die roept spontaan. Na de Ponderosa moet je gaan.
de rail staat, moet je zijn voor de leuts en voor de gein. Kom ook eens binnenlopen. De Ponderosa is de top, heel de boel staat op zijn kop. We zijn nog heel laat open. Niemand kent hier rang of stand, met een pilsje in je hand. Vind ik het hier heel fijn, want we zingen, dat is waar. Vraag het aan de klanten daar, want in Oosterhout, daar moet je zijn. We zijn klaar. Ja, jij bent klaar. Jij bent er mooi klaar mee. Hey, ja, dat liedje, ja. Dat duurt niet langer. Nee, dat heb ik in de gaten. Wel, Jan, wil jij nog drinken? Nee, ik stuit er zo direct heel lang door. Ik heb niks meer. Mijn majesteit! Ik pak direct wel even achter een flesje fris. Dat is wel goed. Nee, plastic. Ja, het stof moet eraf, hè? Ja, stof moet eraf. Hey, ik heb iets anders. Ja. Want er wordt altijd gezegd natuurlijk, we hebben heel veel Oosterhoutse bandjes, kapellen, maar er zijn ook mensen die andere dingen doen. Een van de bands die heb ik niet hoor, want ik heb wel gekeken nog of ik daar een goede film van had. Dus als Peter of René Vergils luisteren en die hebben een goede film van CV-vervoer, dan hou ik mijn eigen aanbevolen. Maar er stond iets op internet waar de, hoe noemen we dat ook weer, waar het geluid een beetje een Doppler effect had. Je weet dat toch, hè? Ja, dat die... gaat zo ongeveer. Ja. Dus op het moment dat die mensen een filmpje hebben, dan zou ik dat graag willen hebben. Maar we hebben hier natuurlijk in Oosterhout ook nog gewoon Sneeuwwitje en de Zeven Geitjes. Dat is eigen cafébeentje. Sneeuwwitje, Paula. Oh! Paula Scholten, ja. Dat is ons Sneeuwwitje. En dan hebben we Lucien en Nout en Niks. Die maken allemaal liedjes. En gisteren nog eentje dan gedaan. Maar we hebben jaren geleden ook de nooduitgang gedaan. En dat is wel interessant, omdat er wordt twee keer gedaan vandaag. Maar op een goede manier en nog een goede manier. Ja, het zijn verschillende goede manieren. Het zijn echt hele goede manieren. Dus we gaan nu naar een opname van een live optreden van Niks met Nout en met mij. Met en de dames van Sneeuwwitje. Nee, die zitten daar niet bij. Nee, want, we krijgen nog meer problemen. We krijgen later nog meer problemen. Want vorig jaar hebben we een liedje gemaakt, konden we niet maken. Vanwege het feit dat corona kwam. En dit jaar hebben we een liedje gemaakt, konden we niet maken. Vanwege het feit dat corona er was. Oké. Maar Sansevieria is er wel. Ja, Sansevieria. Die staat nog steeds voor het raam. Ja, die staat voor het raam. Oh nee, die staat tegen de spuugwand aan. Tegen de spuugwand. We hebben een liedje gemaakt. Er zit het mooiste zin in. Daar zit de mooiste zin in. Voor mij geen cocktail uit een boek, maar een pilsje op de Lionhoek. Ja. Hè? Zoiets, hè? Ja. Van Remco Droog. Remco die hielp met de tekst schrijven. Dus de tekst hebben we aangepast. Dit is het nummer van de nooduitgang van het goede doel, maar die hebben wij gecoverd. Ik was weer met mijn zatte kop in een volkcafé van land. Ik ga graag op café, maar meestal niet te lang. Waar is hier de nooduitgang? Ik wilde naar de markt toe, maar ik zag geen lege kut. Ik kan zo mee besteld staan, de warm en vriendelijk. Ik raak er zeker zelfs. Stond maar een uurtje, waren we alweer op.
Het was weer goed gesynchroon. Dit? Synchroon. Dit is gewoon hartstikke goed gedaan, jongen. Dit is gewoon zo goed gedaan. Dat is maar dit scheelde geen 20 kilo. De man. Nee, we hebben dat pas jaren. Ben je afgevallen, Jan? Ik ben afgevallen, ja. Kijk, dat scheelde dus wel wat kilo's, maar dan aan de andere kant. Andere kant op. Ik weet niet, maar het gaat wel over de muziek, hè? Oh, wacht even. Ja, waar is hij? Waar is hij? Hé, hij is er niet. Nout, beeld. Beeld. Ja, hallo? Sta ik hier gewoon in mijn eentje uitzending te maken? Ja, dat maakt me niet uit. Maar Nout, ik ga Nout aankondigen met een loze opmerking. Oh, ga ik Nout aankondigen? Ja, ik moet gewoon vol lullen. Dus Nout, wat wou jij zeggen? Je bent in beeld. Ik ben in beeld. En toen? Heb ik nou een platje? Of ja, ik ga je platje inzetten. Ik ook. Wil jij een platje inzetten, Nout? Oh, wat voor platje hebben we, Nout? Dat is ook goed. Ja. Het is geen zoekplatje vandaag, hè? Nee. Zet de camera eens op Nout. Oh, wacht even. Ja. Ja? 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 Het geluid ook? En jij... Ik hoor kraken. Ja! Het is lekker in de put. Geef mij nou maar een pilsje. Jenny. Wie zijn dit dan? Huppe, 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 is lekker in de pub. Ik weet een kroeg te staan, in een straatje aan de markt. Het is hier niet ver vandaan, laat eens even een voetje van mijn hart. En ben je daar vlakbij, dan zingen zij en zij. Huppe, 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 is lekker in de pub. Dat kent geen grenzen, dat zie je hier meteen. Ook aan die dikke penzen, met die dweilen om je heen. Maar daarom niet getreurd, ons geld dat is gebeurd. Hup, 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 het is lekker in de pub. Hup, 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 het is lekker in de pub. Geef mij nog maar een pilsje, dat is beter dan 7-0. Johanneke, tap maar door. Heb je van met je oren, hup, 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 is lekker in de pub. En ken je die kleine man, die helpt met grote zin. En rekenen dat die kan, lever hier je geld maar in. Het is een grote club, bij ons hier in de pub. Hup, 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 is lekker in de pub. Wij doen iedereen dan gaan we weer naar huis. Dan pakken we nog een betaal toe bij Antonio aan de buis. En morgen gaan we weer met ons armen op en neer. Hup, hup, het is lekker in de pub. Normaal... Kunnen we mee gaan zingen? Ja, normaal is het altijd echte soep of maal in de pub. Echte soep in de pub? Ja, we hebben al de pannen echte soep staan. Ja, dat is beter dan zijn.
van vanille, mensen. Van vanille. Oh ja. Wij staan open, hè? Dat weten jullie. Ja, ja, de microfoon staat open, dat weet je wel. Want als we platen draaien, dan kunnen we niet stil zijn. Dus ik mag niet vloeken nou, hè? Nee, nee, mag sowieso niet. Godverdomme. Nee. Ik sta overal open. Even kijken, oh, wij staan in beeld. Nou, oh, wij zijn, ja, oh ja, alles werkt. Hij is klaar, hoor. Ja. En Nout? Oh, netjes Nout. Heel mooi. Heel mooi afgezet. Heel mooi. Ja, was hup, hup, hup. Lekker in de pub. Jerry van Oosterhout met de meijer, zo te horen. En nog heel veel anderen. En Nout, heb je daar ook mee gedaan aan de plaatje? Jan Strik stond er ook op, hè, de schilder. Heb ik niet aan meegedaan. Was dat geweest 1976 of zo? Ik was toen nog niet ontdekt. Nee, nee, want de pub is pas in 1978 geopend, hè? Zo? Ja. Ja, bij mijn weten was het 1978. Ja, wel, de sleutelclub was wel eerder. Ja? Hè? Want ik ben ooit een keer, toen ik jong was, ben ik mee... Die was er net toch? Ben ik een keer in de sleutelclub geweest. Ja, die was er even? Nee, nee, de pub had zo'n rocksleutels. Oh? Ja. En dan mocht ik ook niet zomaar binnen. En op een gegeven moment stond ik buiten, was ik manneke van een jaar of 15, denk ik, of zo. En toen drie keer raaien wie mij naar binnen heeft genomen. Dat is degene die heel Oosterhout kent. Die heel Oosterhout, die kroop zelfs s'nachts uit het raam, deed zijn pyjama uit. Was hij vol gekleed en dan ging hij naar de stad. Nee? De Matthias. Broeder Matthijs. Broeder Matthijs. Oh ja, 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 ja. Van beeldhouwer. Van de Paulusabdij. Ja. Die zei toen tegen mij, kom maar, ga maar met mij, mijn mannetje. Die had een dubbele reputatie. Ja, die had wel meerdere reputaties. Die kwam ook in de gevangenis om mensen goeiedag te zeggen. Ja, 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 ja. Daar is toen die... Enfin, daar hebben we het nou allemaal niet meer over. Want nee. Broeder Mat, niks daar goed over. Een goede mens met een goede hart. Ah, zeker, veel te groot hart. Goeie heeft jaren in de stuur op jongerenwerk gezeten. Dus we gaan even door met iets anders. Ja. Nou, ik weet nou niet precies wat. Ik zit even te kijken. Zullen we een plaatje doen van Zully hierop? Ja, het clipje van Zully van It's Raining Man, die hebben ze destijds opgenomen. Heb ik al eerder verteld, voor de trouwe luisteraars weten dat. Voor het afscheid wat ze destijds hebben gedaan, een aantal jaren geleden. En toen hebben we hier het nummer It's Raining Man. En dat doen we straks. Is dat? We'll be right back.
man op de bar met die gitaar. Ja, ja, dat was leuk, hè? Zijn wel grappige foto's allemaal. Ja. Ruudje? Ja. Ja, dat zijn... Klassiekers. Ja. Ook dat zijn klassiekers. Ja, 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 dat is mooi, mooi. Ja, ja, Jeroen van den Bos vroeg, hebben jullie de bal, de bussel en de kloek al gedraaid? De bussel, heb je een lied? Jawel, er bestaat schijnbaar een lied, dat heet de bal, de bussel en de kloek. Nou, Jeroen, dat is één nummer. Ja. De bal, de bussel en de kloek. Ja, maar dat bewaren we volgend jaar. Als we volgend jaar... Nee, ja, ik ga hem zoeken. Ja, ga hem zoeken. Misschien heb ik hem morgen al. Oh ja, dan gaan we draaien morgen. En anders, Jeroen, je kunt hem even sturen. Weet je wat? Ik sla je alles op. Ik ben even weg. Maar nou we Jeroen toch hebben. We hebben Jeroen net ook pierenwaaiertjes doorgestuurd. Daar hebben we geen beeld bij, maar hij heeft wel nummertjes doorgestuurd. Zullen we daar een plaatje van draaien? Ja, speciaal voor de pierenwaaiers. En dan doen we daarna het gedicht wel. En dan doen we daarna het gedicht. Wat zullen we pakken? De Butenmars, non-trompette polka. Polka? Of bij ons op de... Ik denk de polka. De polka. Doe maar de polka. Dat vind ik gezellig. Ja. En dan gaan we eerst de polka doen. En dan van de pierenwaaiers. En dan doen we de foto's achter van 1990 ergens. 19, weet ik veel wat. Pak een jaar. Ja. Dus die gaan we direct doen, hè? Ja. Oh, dat vind ik niet erg polka. Of wel? Jawel. Dat begint langzaam. Oh, is een langzaam pol. Ja. En volgens mij gaat hij dan... Ja, dat is een rare polka. Thank you.
Als staan er mensen buiten, was even vragen. Ja. Oh, Els en, Els en John. Ja, ja. En Aitoga, wacht even. Even een beetje beter zetten. Wacht even. Oh, godsamme. Je mag niet vloeken, hè? Zo. Dan gaat alles. Even kijken of de camera nog goed staat hier. Alles staat scheef. Ja, we zijn okay. Maar het wordt tijd voor het gedichtje. Ja, we gaan naar... Nout, ga ik even naar boven? Als Nout nou ondertussen weggaat... Ja, Nout is al weg. Nout is al weg? Ja, Nout is... Hallo! We hebben daar straks al een stukje ervan gedraaid. Maar goed, we hebben weer onze normale rubriek. Een van onze twee vaste rubrieken. Het carnavalsgedicht bij Kerslicht, voorgedragen en ja, eigenlijk meer, we zouden kunnen zeggen, het is eigenlijk meer een soort van, hoe noemen ze dat, acting. Dramatische. Ja, het is een candlelight, hè? Ja, het is echt acting. Het is gewoon overdreven goed. Zo goed hebben we het nog nooit gezien. Laat maar gaan. Ik stond weer in een foutcafé, geen biertje in mijn hand. Ik was weer met mijn zatte kop in een vol café beland. Ik ga graag op café, maar meestal niet te lang. Waar is hier de nooduitgang? Ik wilde naar de bar toe, ik zag geen lege kruk. Geen kans om even stil te staan. Te warm en stervensdruk. Ik ga graag op café, maar meestal niet te lang. Waar is hier de nooduitgang? Ik werd een beetje misselijk en was weer fout gelopen. Maar gelukkig is mijn stamcafeetje op de hoek nog open. Voor mij geen sterke drank of cocktail uit een boek. Als ik lekker stappen wil, ga ik naar de Lionhoek. Ja, ja, voor mij geen sterke drank of cocktail uit een boek. Ga ik lekker stappen wil, ga ik naar de Lionhoek. Remco droog, zelf verzonnen. En hier op een zaterdagmorgen, 2 seconden. Een goed liedje, dat komt heel snel. Ik heb tegenwoordig ook van die onzin, hè? Ja. Gezellig, hè? Dat is nou keihard allemaal! Gezellig, hè? Maar... Ja. En ga jij nog drinken, Jan? Ik heb een leeg flesje sinaas. Hey. Een leeg flesje sinaas? Fanta. Doe maar even. Biertje! Doe maar even, Nout. Even kijken. Oh, we moeten even kijken of Nout is weer terug. Oh, dan moeten we even de camera weer op zijn dingen zetten. Ja. Oké, we gaan door. Ik ga hem gewoon mijn glas al geven. We gaan even kijken. Hallo. Jij bent hier niet voor niks, hè? Ja. Ook nee, ik? Ja, ga ja. Want wat moet ik nou doen? Ja, blauwe pakjes. We zijn er toch weer. Hey. Oeh! Hé! Hey. Maar ik geef even mijn glas even dan. Oh ja, schiet, ik heb mijn glas maar even gegeven. Maar dan maak de blauwe pakjes. Maar wacht even, maar, ja, want dat had ik voorbereid helemaal. Dat jij... Nee, dat doe ik uit mijn hoofd, hè? Nee, dat bestaat. Jawel. Nee, dat ken je niet. Dat doe ik echt uit mijn hoofd. Maar moet ik gelijk het filmpje erachteraan halen? Nee, ja, direct, hè. Maar oh, eerst ga ik iets vertellen. Ja, doe ik maar een beetje vertellen. Want blauwe pakjes is niet zomaar ontstaan. Nee. Je zegt dat straks de gouden pik die werd gebracht door Marcel en Peter. Maar de blauwe pakjes zijn niet in eerste instantie als de blauwe pakjes begonnen. Maar in 1988, dan zie je rechts de uitnodiging. Toen was er nog geen internet en moest alles nog met de printer. In 1988 gingen wij met ZVV Salerno de maandagmiddag... De zaalvoetbalvereniging? Ja, okay. De zaalvoetbalvereniging Salerno. Gingen wij de maandagmiddag gingen wij dweilen met z'n allen. En op het kaartje staan ook, staat de route aangegeven. Er zat cafés tussen, die kunnen nou niet meer in. En Ponderosa. En gingen overal naartoe. En uiteindelijk
na heel veel omzwervingen, ergens halverwege de jaren 90, toen kwamen de blauwe pakjes om de hoek kijken. Want familie van Marcel die vond op de zolder een tas met het kostuums van de Snowfoo Boys. Die in de jaren 70 met die pakjes rondliepen en speelden. Maar en die namen ze gewoon mee. En toen vanaf ergens halverwege jaren 90 hebben we dus met de blauwe pakjes rondgelopen. Hebben we op een gegeven moment de gouden pik in het leven geroepen. En je ziet daar ook onder een foto van Cas. We hebben, ik dacht vorig jaar, of twee jaar geleden, mag ik even kwijt zijn. Van Casper van Achelen bedoelde jij dan, hè? Ja. Ja, wel een beetje, het heel veel mensen die weten niet over wie dat getijd. Een ZVV. Ja. Ja, dat was als ja. ZVV de Salernen zijn we begonnen. Ja, zaalvoetbalvereniging en Cas is Casper van Achelen. Ja, ja. Hij heeft een foto van jullie gemaakt. Maar halverwege de jaren 90 zijn we weer een blauwe pakjes geworden. Hè? Ja. Kees Welling en Ed en Loekijnen en Lia en Esther en Anja en Peer van El, Jan Scherders. Ja. Het hele rimram, mijn kult, mijn Elske, want in Scandinavië heet het allemaal Elske, maar dit is mijn eigen Elske. En we hebben het geluk dat Marcel, die de straks de gouden pik heeft overhandigd, die heeft er een filmpje van gemaakt. Ja. En dat kunnen we wel even laten zien. In de Rulstraat moet je zijn voor de leut en voor de gein. Kom ook eens binnenlopen. De Ponderosa is de top. Heel de boel staat op zijn kop. We zijn nog heel laat open. Niemand kent hier Angelstand met de pilsje in je hand. Vind ik het hier heel fijn. Wat we zingen, dat is waar. Vraag het aan de klanten daar. Want in Oosterhout, daar moet je zijn. Ons cafeetje Ponderosa, dat staat bovenaan. Oosterhout zou zonder ons niet eens kunnen bestaan. Onze ober in het café neemt de bestelling op. En volgens onze klanten zijn wij gewoon de top. De kastelein die is oké. Hij loopt Polonaise mee. In de Rulstraat moet je zijn voor de leut en voor de gein. Kom ook eens binnenlopen. De Ponderosa is de top. Heel de boel staat op zijn kop. We zijn nog heel laat open. Niemand kent hier Angelstand met een pilsje in je hand. Vind ik het hier heel fijn. Wat we zingen, dat is maar. Vraag het aan de klanten daar. Want in Oosterhout, daar moet je zijn. Ieder feestje dat wordt hier echt heel goed gevierd. Ons cafeetje in de straat, dat is mooi versierd. We lopen Polonaise, feestmuziek klinkt overal. We hebben heel veel lol, want het is weer bal. Iedereen die roept spontaan. Na de Ponderosa moet je gaan. Je zijn voor de leut en voor de gein. Kom ook eens binnenlopen. De Ponderosa is de top. Heel de boel staat op zijn kop. We zijn nog heel laat open. Niemand kent hier Angelstand met een pilsje in je hand. Vind ik het hier heel fijn. Wat we zingen, dat is waar. Vraag het aan de klanten daar. Want in Oosterhout, daar moet je zijn. Yo, we zijn weer wild. Ja, we zijn er weer. En met het einde met een foto van de dames. De dames. En, van de kalender, hè? Waren niet heel veel dames, hè?
Nee, we hadden de blauwe pakjes. Oh, oké. Okay. Even kijken of nou het nog in beeld is. Oh, nee. Buiten. Buiten, ja, moeten we even draaien. Nou, even terug. Maar ik even lostrekkend van de blauwe pakjes aan zich. Ja. Laat dit een ode zijn aan iedereen. Maar ook werkelijk iedereen in Oosterhout en omstreken die op maandag of op andere dagen lekker gaat dweilen op zijn Oosterhout op een ouderwetse manier. Ja, dat is leuk. Niet hutje-mutje op zaterdagavond tegen elkaar hangen in het café, wat ook wel gezellig is. Maar eigenlijk, hè? Vroeger. Ja. Je hebt hele leuke ploegen die gaan op pad. Hè. Wij zitten hier 's morgens met die gebakken eieren met spek. En dan komen de Simple Phone en jullie komen dan binnen. En Paula met die gang en zo. Dus dan heb je, op een gegeven moment is het nog redelijk gezellig. En die gasten die voetballen, waar jullie de Wiedergutmaching mee gedaan hebben. Die komen ja, we hebben twee keer tegen de Duitsers gevoetbald. Ja, en dan heb je 's morgens dan aanloop en dan 's middags loopt al dat spul door. Eigenlijk zouden ze toch, die carnaval was maandag, zouden ze toch iets meer moeten promoten. Omdat het toch ook een thuiswedstrijd is, waar al die grote verenigingen goed op pad zouden kunnen gaan. Wij zien dat wel op dinsdagmiddag met die kapellen hier voor de deur allemaal. Er zijn er echt veel mensen op stap. Maar maandags is wel een hele gezellige dag. Dus aansluit door de boerenbruiloft, gewoon sjouwen door de stad. Ja, kijk, ja. En dat is eigenlijk wat ik wil zeggen, wat Marcel ook gemaakt heeft. Joh, we laten het nou aan de hand van de blauwe pakjes zien. Oh. Carnaval gaat niet om de blauwe pakjes. Nee. Carnaval gaat over ons allemaal. Alle groepen die gezellig dweilen met elkaar, ook op momenten dat de stad niet ramvol zit, maar wel gezellig vol zit. Ja. Nou, dat is eigenlijk het verhaal. Goed, dan komen we nou aan het volgende eigen zelfbevlekking nummer. Wat gaan we doen, Jan? Ja, we gaan het nummer van vorig jaar, hè. Ach, op tijd begint. Van Sneeuwwitje. Ja, van Sneeuwwitje en de Zeven Geitjes, maar die waren nog niet compleet toen. Dus vorig jaar hadden we een carnavalsliedje geschreven. Heb ik nog gauw gemaakt. Met niks. Dit is de ruwe versie. Toen zeiden wij tegen elkaar van, nou, we hebben nog eentje dan destijds met Simple Phone gedaan. Dus ja. We zouden in de zomer, zouden wij normaal gesproken met de Simple Phone, zouden wij het nummer Ach, op tijd begint, zouden wij op gaan nemen. Nou, iedereen weet dat niet meer door is gegaan. Er mogen geen, weet ik aan de zultkop. Ja, ik denk, zet hem even goed. Ja, dat is heel goed. En dus wij hebben wel de ruwe versie. Er komt een nieuwe versie, hopelijk voor carnaval volgend jaar. Dus Elwin, Jan, Twan, Ina, alle simpelfonen, die moeten zich scherp houden. Want die gaan over een tijdje gaan ze Ach, op tijd begin doen. En ze gaan ook het lumineuze nieuwe carnavalslied, wat nog onder embargo is, maar waar het de geweldige zin in zit, carnaval, daar zit van binnen. Het thema is ook nog niet bekend. Voor volgend jaar. Voor het nieuwe carnaval. Ik denk in herhaling, hè. In herhaling. Oh, het heet zo. Nee, dat weet ik niet. Nee, het thema wordt toch morgenavond pas bekendgemaakt. Voor de carnaval. Oh, ik bedoel, ja, nee, maar ik dacht van het liedje. Sorry, nee, mijn eigen liedje. Nou, dat is ons eigen liedje. Nee, wij doen dat niet. Wij hebben eigen liedjes. Dus het nummer wat we nou doen, en dan ga ik gauw even naar boven, want ik moet de t-shirts nog halen. Weet je nog, die t-shirtjes? Oh ja, die t-shirts. Die ben ik helemaal vergeten. Dus ik moet even rap. Ik ken het nummer toch? Dus en zeg dan tegen Miss Kaarsen wel dat ze vast in studio 34 gaat zitten. Ik zag ze net wel ergens lopen. Dus ja, ik moet ook naar boven. Ik moet mijn eigen nog omkleden. Ik ga gauw. Dit duurt ongeveer 3,5 minuten. Ja, oké. Okay, ja, ik blijf al. Maar, oh, dan moet ik foto's erachter gooien, want dat is natuurlijk. Ja, wacht even. Maar dan ga ik daarna mijn eigen omkleden. Ja, blijf maar even staan. We gaan nou naar de foto's toe en we gaan Ach, op tijd begint. Waarom doen wij niet de haasten?
bijna nooit te laat. Het carnaval dat duurt intussen al een maand of vier. Maar dat is voor dweilers nog niet genoeg plezier. Ze sjouwen van het ene feest naar het andere festival. En zo is het hele jaar doorlopend carnaval. Dus worden op mijn gemak weer wat feesten bijgeplakt. En gaan we nu het hele jaar doorlopend uit ons dak. Hakken op tijd begin, dan ben je meestal bij de eerste. Hakken op tijd begin, dan speel je meestal in de maand. Hakken op tijd begin, dan hoefden wij je niet te haasten. Hakken op tijd begin, dan ben je bijna nooit te laat. Zo, ja, dat was even lastig, want we zitten natuurlijk nou met het feit dat we naar de volgende item gaan. Dan moet ik alles weer alleen doen. Rob is naar studio... Welke studio is hier, Nout? Studio 34. Studio 34 voor het met Miss Kai Kuis en Dweldag 2021. Voor de nieuwe voedingsadviezen voor vanavond, denk ik. Dus niet voor morgen, maar gewoon voor vanavond. Dus die gaan we nou even proberen te vinden. En ik hoor volop gestommel hierboven, dus die zijn echt wel goed bezig, denk ik. Zo. He. Zo, het is alweer maandag. We gaan de tijd sneller, jongens. En we beginnen aan de vierde keer al van ons programma menu. Wat maak je menu? Met onze topkok, Miss Kaas in de Weldag 2021. Altijd weer aanwezig. En als je drinkt, moet ook eten. Dus wat hebben we vandaag op ons menu staan als voorgerecht? We hebben, Rob... Hey! Tomatensoep. Hadden we nog over? Van hadden zaterdag. We nog over? Ik heb het gisteren zo druk gehad met de optocht. Godverdomme. Ik kon niet een pannetje soep. Ja, maar dus, ik vond hem zaterdag wel heel lekker. Ja. Maar? Een beetje uit de koelkast blijven precies. Staan. Precies. Maar wel weer. Wel even goed dat mensen dat snappen. Mm-hmm. Weer tomaat. Maar ze zeggen altijd, goede soep moet een dag staan, is die veel lekkerder. Oké, okay, nou ja, dat heb ik goed gedaan. Ons hoofdgerecht. Ons hoofdgerecht is van Unox. Ja? Magere smak. Magere smak. Oh, of dat smak. Is wel belangrijk. Dat je dus niet te vet eet. Nee. Magere smak. Nee. Er zit er nog iets bij. Er zit erbij. Rob? Ja? Kijk even. Oh, ja, ja. Wat heb je? Goed. Goed. Wat is dat? Goed noedels. Goed noedels. Met noedels, dat is goed. Dat is ook weer koolhydraten, man. Dat is heel goed. Dan kun je gewoon een uur op deur denken.
Ja. Of noedels. Noedels erbij. Met warm water natuurlijk. Want ja, anders... ja, dat is wel. Dat is overigens altijd belangrijk bij Lullabel. Alle gerechten mee warm water. Ja. En smaak? Smaak kan gewoon rauw. Kan gewoon rauw. Nee, smaak niet het water gooien, nee. Oké. 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 Ja, als voor het soep. Dan eten we morgen smaksoep. Oh, smaksoep. Ja, okay, gewit maar nou nooit. Gewit maar nooit. Het nagerecht. Het was nagerecht. Het nagerecht, Rob, ja? Is jelly. 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 Is dat iets anders dan dokter Oetker? Nee, is ook dokter Oetker. Ook dokter Oetker. Maar jelly, wat is daar essentieel aan? Aardbei. Aardbeien jelly. Huppatee. Of het niks is, man. Je hoort er weer wat vruchten in. Ja. En gewoon weer gezond. Vitamines, mineralen. Alles in één keer. Hier maken we wel water bij. Is het weer kloppudding of is het kookpudding? Jan? Oh, even kijken. Blijf nou eens met je handen uit beeld, kul. Ja, maar je moet er even souffleuren. Ik weet het niet. We weten het niet. Lees het thuis even naar. Nu kan hier afgehaald worden. Als je moet kloppen, een minuut, klaar. Als klopt het niet. Even essentieel. Dan gaan we even een menu doornemen. Tomaten. Hartstikke goed voor de mineralen. Mm-hmm. Dan hebben we magere smaak met noedels, de koolhydraten, om te gaan. En tenslotte vruchten met de vitamine. Daarna bij je jelly, allemaal water erin, behalve de smaak. En dan hebben we weer een... En wat hoort er daarbij? Water. Bier. Want boterham erbij, hoe eten? Altijd goed, je kan geen kwaad. En dan... Even lekker doorspullen. En dan zeggen we samen weer tot morgen. Tot morgen allemaal. En we sluiten ook nu weer af met in dit geval een oud Oosterhout spreekwoord. En dat is door Eus Rovers een keer gezet. Wat er op een bordje zet, kan de eten, maar aan de muur is het pet. Tot morgen. Tot morgen. Doei. Doei. Het is maar goed dat ik telkens langskom als jullie bezig zijn, daarboven. Ja, ik heb mij overkleed. Oh, heel goed. Nou, kom maar binnen, jongen. Ik was net even boven toen jullie met die jelly beans bezig waren. Ik denk van, nou, dan zal ik maar even helpen, want maar ik moest even t-shirts pakken. Zo, peperde. Ja, proost, jongen. En even kijken, is Nout er ook nog? Noutje? Ja, ik ben er nog. Hebben we nog nieuws, Nout? Ik ben wakker. Het was voor mij heel vroeg, maar ik ben nog steeds wakker. En heb je nog iets te vertellen voor de rest? Nou, voor de rest, ik heb nog weinig nieuws eigenlijk. Geen nieuws? Nee. Geen nieuws vandaag? Nou ja, ik heb wel nieuws gehad, maar... Nou. Mijn nieuws lag geconcentreerd op de ronde van het Rutselbos, maar... die is uitgesteld vanwege de IJssel. Ja. Heb je gehoord? Ja. Oh nee, die is morgen. Ik heb nog wel een tip voor morgen voor de mensen die gaan kijken naar de ronde van het Rutselbos. Oh, wacht, een tip vind ik ook nieuwswaardig. Yep. De tip voor de ronde van het Rutselbos morgen. Mensen die gaan kijken en langs het parcours staan, dan komt namelijk een wagen voorbij. Maar dat is in verband met de gladheid. Dus gooi niet meer geld, want er is geen... Schooiwagen, dat is de strooiwagen. Dat was de nieuwsflits van nu over naar Rob en Jan. Hey, dankjewel. Ik zei al, ik heb nog een paar t-shirts. Die t-shirts worden bij opbod. Of gewoon voor een goed verhaal gedaan. Ik heb twee t-shirts, maar volgens mij... Dit is een emmetje, dames. Ja, daar pas ik niet in, Jan. Oh, dat is een kleintje. Dat is wel een heel kleintje. Voor iemand die hem nog graag wil hebben, je kunt daar geld op bieden, maar een verhaal is ook goed. Of een foto. Heel goed verhaal. Heel goed verhaal. Ja. En je moet wel bedenken dat het aan... Dit is een meisjesshirt, dus het wordt niet aan oude mannen van tussen de 50 en de 65 die zitten te wachten op de vaccinatie. Met de overgewicht en zo. Dat doen we niet. Want die mannen die hoeven niet op de kleintje te bieden. Maar die kunnen wel bieden. Dat is wel jammer, want ik had een heel goed verhaal. Maar we hebben nog een hele grote 3XL. Ja. Wacht even. Ga het zat goede verhalen. Ik lul net weg, jongen. Nou, gaan we hem wel passen en houden dan ook. Ja, nou, ik ga kijken of die past. Maar doe maar geen verhaal dan. Doe maar geen verhaal. Laat die geschiedenis ook maar zitten. Zo, hartstikke. Ik denk dat die 3XL wel past, hoor. Ja. Denk ik. Wacht even, hoor. Ja, ik zou maar mijn bril afzetten als ik jou was. Mijn bril afzetten? Pet hoeft er niet. Waar is dat shirtje nou? Die zijn we al kwijt. Dus alle mannen met wat overgewicht hoeven niet meer te reageren.
Want die is nou al... Hij is goed terechtgekomen, joh. Ja, 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 ja. Ja, nou ja, zo kunnen we maar zien. Wie wat bewaart, die het nog wel eens wat. We zijn intussen aangekomen op 7,5 minuten voor 1. Nou, vind ik het tijd, omdat het dus aan de overkant stil is. Ja. Die kroeg is dicht. Ja. Heb ik ook nog een liedje over... Dat is leuk. Deze kroeg. Salerno. Waar we allemaal begonnen zijn met onze langdurige relaties. Ja. Ja. Kunnen we wel stellen. Heb jij hem op plaat of heb jij hem op... Ik heb hem digitaal. Oh. Ik heb hem ook op een cd. Ik heb hem overal. Maar je hebt hem niet op singeltje? Nee. Oh, dus nee, dat doen we daarna. Nout is daarna nog. Nout is daarna. Dus we krijgen nog 2 nummers eigenlijk als het ware. Oh, oké. Dan gaan we nog 2 nummers doen. Maar de Johnny's hebben dit gezongen. Twee, die kwamen de gouden pik brengen. Ja. Samen met de gastzangeres, en dat is Elske. Ja. En die zongen het nummer Na de Salerno. Hé, luister eens even wat anders. Dan moeten gewoon beelden van Oud-Brabant achter, of niet? Ja, je plakt er maar wat op. Okay. Als maar gezellige plaatjes. Oké, okay. En wij moeten een beetje stil zijn dan, denk ik. Nou, ja, ja, okay. Nou wel. Okay. Ik zet hem gewoon aan. Ja. Hey, John. Hey, Elske. Johnny, mijn jongen, doe mij nu geen verdriet. Mijn broer is een koker, die merkt dat zeker niet. Ach, Elske, mijn duifje, toe, laat ons nou maar gaan. We hebben het samen al zo vaak gedaan. Vanavond gaan we naar Salerno in de stad. Van verbeelding gaan we naar de Dexinbar. In Salerno is er altijd wat te doen. En bovenop het podium krijg jij een zoen. Getver. Hey, Elske, mijn schaapje. Schaapje, ik heb het naar mijn zin. Kom eerst nog wat gokken, weet zeker dat ik win. Ach, Johnny, mijn tijger. Inderdaad goed. Hey, John de Vries, die zegt, ja, of dat waar is, dat weet ik niet, maar die zegt dat het motto al bekend is. En hij zegt, samen als van nouds. Oh, en wat heb ik daarmee te maken? Maar dat zeg ik, vraag me toch af hoe dat komt. Wij samen en van nouds. Slamen als van nouds. Samen, samen, hè? Samen, samen, samen. Oh, samen. Oh, ik dacht dat ik hem moest gaan slaan. Nee, slaan als van ouds. Samen als van nouds. Ja, dat zou kunnen. Maar als we nou toch op nouds gefocust zijn. Ik kan nou nog een plaatje opzetten. Als het dan samen als van ouds is, ja, van ouds. Samen als van ouds, ja. Hou het dan allemaal heel, hè? Hoe neus en hoe niet vallen. Recht op de fiets blijven zitten. Ja, ja, ja. Maar dan wel samen naar vanaf. Ik heb wel zeggen van, we moeten niet overdrijven. Het was een stukje Salerno, maar ik heb nog, om toch terug te gaan naar de Salerno-tijd, heb ik nog wel een stukje vinyl voor jullie. Oh, vinyl. Ja. Vinyl. Zal ik hem eens starten? Ja, dan ga ik maar zien. Dan moet ik even een paar foto's weer zien buiten douwen. Ja. In
vrijendom. Eerst eten, dat doen we nou al meer als 100 jaar. In Kaaiendom. Eerst eten, daarna lekker zwieren met mekaar. Ja, want zolang er kaaien donker zijn, blijft het carnaval een groot festijn. In Kaaiendom. Eerst eten, daarom is er nog geen station. In een oude diligence wachten wij opnieuw een kans. In het jacket met doeken op, stemming was er op en top. Maar in de nacht stonden ze in de kou, bij de minister die alleen maar eten wou. In Kaaiendom. Eerst eten, dat doen we nou al meer als 100 jaar. In Kaaiendom. Eerst eten, daarna lekker zwieren bij mekaar. Ja, want zolang er Kaaiendonken zijn, blijft het carnaval een groot festijn. In Kaaiendom. Eerst eten, daarom is er ja, nog geen station. Samen. In een oude diligence wachten wij op nieuwe kans. Ja. In het jacket met doeken op, stemming was er op en top. Maar in de nacht stonden ze in de kou, met een minister die alleen maar eten wou. Blijft de carnaval een groot festijn. In Kaaiendom. Eerst eten, daarom is er nog geen station. Tja, dat is mooi. Dat is echt heel mooi. Want zoals Nout zei, daar komt een hofkapel altijd mee binnen. Ja. Met die... Van wie was het nou? Het is van J. Koning. Jan Koning. Jan Koning. Of zou het Janus zijn? Nee, het zou Jan zijn. Het zal de familie van Hans zijn, denk ik, of niet? Oh, ja, weet ik veel. Het zal niet van Honig zijn. Hé, hey, wij komen zo ongeveer aan het einde. Maar, ja, we zijn aan het einde. Want, maar John de Vries was een beetje piqué. Want hij zei, ik lieg, hè? Nee, John, hij liegt nooit. Maar, overdrijf wel eens een beetje. Maar dat is een heel ander verhaal. Maar, wij kregen van Wim Chris, kregen wij... ook het thema, paf, eens kijken. Dat is het thema. Samen als, en dan moeten we goed kijken, samen van als van... Nouts. Van Nouts. Nouts. Van Nouts, hè? Ja, daar kunnen we wel een liedje op maken, denk ik. Ja, ik denk het wel, samen als van Nouts. Nee, niet slamen als van Nouts. Nee, samen. Maar, Nootje, we gaan zo afscheid nemen. Heb jij nog... John de Vries, die wil... We hebben een kleksken opgericht voor mensen met een lelijk gezicht. Jij bent erbij. Ja, je bent erbij. Je bent erbij. Even stel, want we moeten afsluiten. Want het geld van de parkeermeter is op. John die zegt, doen jullie maar lullen. Ja. Doen jullie maar lulverhalen over die gouden pik, doe ik het echte nieuws. Dus volgend jaar, als wij... Dan gaan we gewoon John voor het echte nieuws gaan we in laten schakelen. Hè? Ja, het echte nieuws. Het echte nieuws, hè? Ja. Het echte nieuws, hè? Ja, ik vind trouwens dat die OCS, dat die wel, als wij, kijk, als OCS nou het thema van volgend jaar al bekend maakt, dan hadden we de Rutselbos ook vandaag al kunnen doen. Eigenlijk wel, dat had je kunnen, maar dat is niet. Ja, hadden we zoveel kunnen. Op dinsdag, Jan, net als de kinderen op. Ja, maar het thema komt, de motto komt toch ook pas op dinsdag? Dat is trouwens waar, ja. Ja, dat vind ik flauw. Hey, dan had ik vanmorgen niet van niks zitten typen. Hè? Nee, ja, en ik heb er hele verhalen uitgehaald. Oh, zei het in die, van Rutselbos is pas op dinsdag. Dus ja. Hebben eigenlijk een dag te vroeg ook het thema bekendgemaakt voor volgend jaar. Het is onvoorstelbaar. Hebben ze, het niet gek dat jullie van slag zijn. Ik had nog een filmpje van gisteren. Heb je al bier nat?
Nee, nog niet, want ik ben in gesprek. Ik heb... En we gaan er weer stoppen, We gaan eruit met een... Het is weer tijd voor bier. Het is weer tijd voor bier. Hij is even bezig dan. Lekker aan de fles, kom eens hier, lekker potje bier. Als je thuis denkt, hij drinkt af en toe, hè? Normaal niet voor 12 uur. Maar... Gezellig, hè? Dat is nou helemaal! Ja. We gaan eruit. We zijn morgen weer. We herhalen deze uitzending doorlopend op Facebook. De YouTube-uploads die duren altijd iets langer. En deze van gisteren heeft hij half geweigerd. Ik weet niet hoe dat werkt. Morgen zijn we er weer om 3:30 vanwege de avondklok. Lekker. Ja, en dus we hebben nu tijd om alles voor te bereiden. Als jullie nog ideeën hebben, wat je denkt, nou, doe het daar dan maar bij. Hebben mooie filmpjes of dingen die belangrijk zijn. Mooie, goede lulverhalen, mag van mij ook. Dan sturen ze maar even gauw door. We hebben vandaag en morgen de tijd. Voor degenen die vanmiddag nog op pad gaan, veel plezier. Voor degenen die vanmiddag gaan sporten, omdat het lekker weer is. Ik loop de tuin in. Ja. En weer terug. En voor degenen die denken bij de eigen, volgend jaar hebben wij carnaval als vanouds. Samen vanouds. Ja. Dat is ja, carnaval als vanouds. Die kunnen een jaar wachten. We gaan eruit met een... wat zouden we doen? Doe maar gewoon het eindmuziekje, Jan. Dat is al overeen. Oh, we gaan er gewoon uit. Ja, ja, maar we zeggen bedankt voor de gezelligheid hier. Ja. Bedankt voor de gezelligheid thuis. En we zien jullie morgen bij de... Jan? Kinderoptocht? Grabbelton. Oh, Grabbelton, dat is waar. Oh, morgen niet vergeten. Rutselbos morgen, kinderoptocht. Morgen, Grabbelton. Morgen, Grabbelton. Voor de mensen die willen de kinderen willen laten grabbelen. Ja, dat is wel. Nou ja, we hebben vandaag gezien dat 20 man zich ingeschreven had voor die eieren, maar dat veel drukker was. Want dat werkt gewoon niet bij ons. Maar goed, als je wil grabbelen, laat het even weten. Of ben in ieder geval voorzichtig, want de politie rijdt ook 20.000 keer langs nou. Zo gauw ze maar denken dat er een volksoproer is. Het zijn al een paar kinderen die te vroeg zijn. Maar, beginnen al te grabbelen tussen de eieren. Ja, dat kunnen we zo eens hebben, hè. Maar ja. Neem een paaseieren mee. Ik ben mijn uit de go ben kwijt, jongens. Ja, nou dan... ik zie... Oh, ik heb hem hier al. Kijk. Ja? Ja. Okay. Ja. Nou, dan gaan we eruit met het liedje. En tot... Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Tot morgen. Weg.